zijn net eventjes bij de... ik weet nog niet of ik... Heb ik het al verteld? In de voorvlog. Denk het wel. Vorige week is de... Of ja, afgelopen donderdag... Wat is het? Nee, afgelopen dinsdag... Is de opa van Nicky overleden. Heel treurig en heel zielig en... Heel verdrietig. Vooral voor de oma van Nicky. Maar ook voor... Eigenlijk iedereen in de familie. En zij net eventjes de kaartjes wezen schrijven met de hele familie. Dus daar ben ik net van terug. En ik had een pakketje ontvangen en dat wilde ik jullie even laten zien. Het is een brievenbuspakketje. Is afgeleverd op de Pascoleweg 23 C1 4104 BE in Culemborg. Mocht je iets leuks willen sturen, mag altijd. Hoeft echt niet. Maar dat moet in ieder geval naar dat adres. Laat ik het even openmaken. Er zit allemaal confetti in. Had ik ook niet door. Die klomp er allemaal uit te vallen. Heb ik alles? Ja, behalve de confetti. Even kijken, dit is een pakketje van 9 Gifts. Ik zal eventjes hier in het scherm zetten. Hi Mattia, ik hoop dat je met deze kaart een leuke herinnering kunt maken. Geniet lekker van je zwangerschap en alle mooie momenten, want het is zo bijzonder. Lief Janine. Nou, dat vind ik echt super lief. Janine had me een bericht gestuurd op Instagram of ze wat op moest sturen. En natuurlijk mocht dat. En hier zit het in. Het is super leuk ingepakt. Ik ga het eventjes laten zien. Of even uitpakken. Als ik het goed begrepen heb, maakt zij al deze kaartjes helemaal zelf. Handgemaakte kaartjes. En ze heeft daar een webshopje in. Echt super leuk. Ik hou hier echt heel erg van. Ik hou sowieso van handgemaakte spullen. Er zit ook nog een ring bij. We hebben het natuurlijk over 2 weken de gender reveal voor onszelf. En er gaan ook wat... Ja, mijn ouders komen en wat vrienden komen. En dit zijn die kaartjes. Babyvoorspellingen. Geslacht, geboortedatum, lengte, gewicht, kleur haar, kleur ogen. En ingevuld door. En dan mijn wens voor jou. Nog op de achterkant. Superleuk. Er zit ook een ring bij. Zodat we ze kunnen bundelen en bij elkaar houden. Dat vind ik wel echt superleuk. Nou, dat is wel leuk. Ik heb nog wat meer dingen al een beetje gepland. Als dat helemaal zeker is en helemaal, dan laat ik jullie weten hoe we dat gaan doen. Ik heb er nu al zin in. Maar dankjewel. 9gifts.nl. Super lief. Het is koud in de slaapkamer. We hebben geen verwarming op de slaapkamer. Die hebben we bij de verbouwing weggehaald, want we dachten we doen toch nooit de verwarming aan op de slaapkamer. Ik heb spijt van deze beslissing. Oké. Het is stiekem al week 18. Maar ik ga jullie wat vertellen over week 17. Want van maandag op dinsdag. Ik had getennist samen met Bart. Dat was heel gezellig. Helaas verloren. Ryan, Lianne, Nick. Die waren ook nog komen kijken. En het was... WhatsApp lag eruit. Facebook, Instagram. Dus het was hartstikke gezellig. Want niemand was afgeleid door de telefoon. En ik ging naar huis en ik voelde me al een beetje... ik dacht zelf dat het een beetje maagzuur was, maar dat was het niet. Maar wel een beetje misselijk, onrustig buik. Lekker naar bed gegaan. En ik kon maar niet slaap komen. Ik voelde de hele tijd die misselijkheid. En op een gegeven moment dacht ik, nou, volgens mij moet ik gewoon overgeven. Dus ik ging eruit. Nou, ik ging naar de wc en het kwam allemaal eruit. En ik voelde me zo ellendig op dat moment al. Nou, alle bitterhapjes die we bij de tennis op hadden. Alle nootjes, hapjes gewoon waar ze mee langskwamen, weet je wel. Een rolletje ham met asperge, een kaasje met een uitje. Alles kwam eruit. Al het drinken kwam eruit. Ik had wel heel veel gedronken, sinaas, thee,
Sprite. Het kwam er gewoon allemaal uit. En ik ging weer in bed liggen. Ik voelde me echt niet beter. Ik zeg tegen Nicky. Nou, Nicky was ook helemaal overstuur. Want die denkt, oh nee, mijn zwangere meisje is ziek. Dus die was gewoon heel erg behulpzaam. En die ging een emmer... emmer halen. En melk of zo wilde ik. Dus ook halen. Maar ja, daar kreeg ik helemaal slijm van die melk. Dus dat was ook helemaal niet slim. Oh ja, nog een keer overgeven s'nachts. Ja, alles kwam er gewoon weer uit. Die melk en ik had droge crackers. Alles kwam er gewoon weer uit. Zoals, ja, het bleef gewoon maar gaan. Ik bleef alleen maar overgeven. Niks bleef binnen. Alles moest eruit. Dus ik belde... Nee, ik kon niet bellen. Ik kon niet bewegen. Want dan moest ik weer overgeven. Ik kon niet praten, want dan moest ik weer overgeven. Dus ik stuur... dat maakt even niet uit hoe het verder is gelopen met het contact. Dat komt in week 18. Over de verloskundige ga ik wat vertellen. Maar in ieder geval verloskundige geappt. Maar vervolgens niks van gehoord. Dus uiteindelijk met de huisarts gebeld. In het eind van de middag. Want daarvoor de verloskundige proberen te bereiken. Maar dat lukte niet. Dus we zijn uiteindelijk... medicatie gekregen voor uitdroging en voor misselijkheid. Want die misselijkheid is dan om het braken tegen te gaan. Want ik bleef maar spugen. Ik had nog niet geplast de hele dag. Vanaf 's avonds laat tot gewoon die hele dag nog niet geplast. En ik had wel heel erg dorst. En mijn hartslag was ook veel hoger dan gemiddeld. Want mijn hartslag is gemiddeld in rust rond de 60. Soms 65. En nu was die al naar de 80. En ze zei, ja, hij moet echt niet naar de 100 gaan. Want dan ben je echt op het punt van uitdroging. En dat willen we echt, kost wat het kost, voorkomen. Dus ik heb medicatie voor uitdroging gekregen. Nadat ik die medicatie had, dat was dan rond een uur of 5:30. Ging het eindelijk wat beter. Ik voelde me eindelijk niet meer ellendig. En daarna heb ik ook niet meer overgegeven. Wel een paar keer gekokhalst, maar er kwam gelukkig niks uit. Verder voelde ik me nog steeds echt super niet fit. Dus echt wel ellendig. Maar dat is gelukkig... is afgenomen. Het is nu vrijdag. En nu ben ik nog steeds niet helemaal fit. Maar ik ben wel niet meer ziek, gelukkig. Dus dat was eventjes een... Naar afsluiting van week 17. En ik kon uiteraard ook niet vloggen. Maar ik wilde het nog wel in die vlog hebben. Dus vandaar dat ik dat nu eventjes deel met jullie. De gevolgen ervan zal ik uiteraard delen in week 18. Want daar weet ik dan ook wat meer van dan nu. Waarschijnlijk valt het allemaal wel mee. En heeft mijn lichaam het gewoon goed opgevangen. Maar ik zei tegen Nicky op een gegeven moment. Nou, als een bevalling heftiger is dan dit... Dan hoeft het van mij niet. Ik heb me nog nooit zo verschrikkelijk gevoeld. Ik voelde me zo verschrikkelijk. Dat overgeven. Ik heb ook tot nu toe zoveel zeer aan mijn... onder mijn ribben, weet je wel. Mijn buikspieren. Van dat samentrekken van die buikspieren. Terwijl je buikspieren liggen natuurlijk al een beetje opzij. Omdat je buik... Ja, ik kan wel even laten zien. Maar mijn buik is al best wel wat boller. En mijn buikspieren zijn dus een beetje opzij gegaan. Nou, die zijn al helemaal op spanning. En dan met dat overgeven. Ja, ik weet niet hoe jullie overgeven. Ik geef niet over zoals mensen in de film. Zo. Ik ben echt. En het komt uit mijn tenen. En het is zo vies. En je voelt je zo ellendig. En de tranen. En overal zweet. En ik had ook mijn hartslag is dan ook zo hoog. Echt gewoon 120 of zo. Ja, ik dacht echt. Nou. Als het erger is dan dit, dan weet ik niet of ik het aan kan. En iedereen zegt me dat het veel erger is. Dus ik vraag het me af, want ik denk echt dat ik de mannengriep had. Maar goed, dat gaan we zien over hopelijk 24 weken, 22 weken. Dus dat was even de laatste wat ik kwijt wilde in deze vlog. Volgende week ga ik jullie dus wat vertellen over mijn ervaring bij mijn verloskundige. En dat wordt apart. Dat is iets wat je niet vaak meemaakt op het internet. Wat je ook niet veel informatie over kan vinden. Dus dat wil ik wel echt even delen in een vlog. Voor nu,
Dankjewel voor het kijken. Bedankt dat jullie even mijn verhaal wilden aanhoren. En graag tot de volgende video.